Humberto Tan is zonder twijfel een van de meest geliefde en populaire persoonlijkheden in Nederland. Zijn carrière als sportpresentator heeft hem niet alleen prachtige kansen geboden, maar ook een speciale band gecreëerd met een van de meest opwindende sportevenementen ter wereld, de Olympische Spelen. De eerste kennismaking met dit grootschalige evenement vond plaats in Athene in 2004, een ervaring die Humberto als uiterst spannend heeft ervaren. Echter, het waren de Olympische Spelen van Beijing in 2008 die voor hem onuitwisbare indrukken achterlieten. In een interview met Veronica Superguide deelt hij zijn herinneringen aan dit bijzondere evenement, de combinatie van sport en cultuur, het aanschouwen van de Chinese muur, de aanwezigheid van mijn gezin gedurende 4 dagen en natuurlijk al het Nederlandse succes. Het maakte die editie tot mijn favoriete sportevenement. Naast zijn rol als presentator is Humberto Tan ook actief op sportief gebied, waarbij hij zijn passie voor hardlopen toont door deel te nemen aan verschillende marathons. Opmerkelijk genoeg heeft hij 2 maal de uitdaging aangenomen om voorbij de plekken te rennen waar een jaar later de Olympische Spelen zouden plaatsvinden. Ik heb er 2 gelopen. In 2000 liep ik de marathon van New York en daarna volgde de marathon van Beijing. Beide keren waren verschrikkelijk. Nooit meer, voegt Humberto toe met een knipoog naar de intense fysieke uitdagingen van deze prestigieuze evenementen. Humberto Tan, een man die niet alleen de sport in Nederland met passie verslaat, maar ook zelf actief betrokken is bij sportieve uitdagingen, waardoor hij een bewonderenswaardige figuur is die zowel binnen als buiten de televisieschermen wordt gekoesterd.